En we besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het einde van de nacht kan lokaal nevel ontstaan, mogelijk vergezeld van mist in bosrijke gebieden. Morgen zal het bewolkt en zonnig zijn. Gedurende de middag en vooravond zullen in het kustgebied en delen van het binnenland lichte tot matige onweersbuien optreden. Plaatselijk kunnen deze kortdurend zwaar zijn, vooral in het oostelijke deel van het land en mogelijk gepaard met windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen kans is op matige tot zware onweersbuien, gepaardgaand met windstoten, voornamelijk in het oostelijk deel van het land.